Voor het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is het haast afgelopen jaar, volgens minister Stephen McAndrew, vrij goed verlopen. Een uitzondering zijn de uitdagingen op het arbeidsvlak, met name een aantal straatprotesten. Volgens McAndrew had het ministerie daarop geanticipeerd, aangezien via de straatprotesten werd gevraagd om lotsverbetering. In gesprek met onze redactie deed McAndrew een terugblik op het haast afgelopen jaar 2023. Maar dat was toch wel enigszins te verwachten, vanwege het feit dat we bezig zijn met een aanpassingsprogramma. Maar daarnaast zijn er toch ook een aantal hoogtepunten geweest. Ik kan noemen de ondertekening van het derde Decent Work Country programma van Suriname in februari, welke dan ook direct in uitvoering is gegaan. Verder de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname in juni. En tenslotte moet ik ook aangeven een laatste hoogtepunt, welke zal overvloeien naar 2024, is de start van het project Rocken voor Make Money, waarbij er landelijk vaktrainingen worden aangeboden aan iedereen die training wil, maar in het bijzonder personen in de leeftijdsgroep 16 tot en met 40 jaar. En die trainingen zijn kosteloos. We zijn gestart in Coroni, waar er sinds 2008 geen vaktrainingen meer waren voor zorg. De bewindsman is tevreden met het werk dat verricht wordt op het ministerie. McAndrew vindt evenwel dat het beter kon in 2023. Wel, wat voor mij beter kon, sowieso de hele issue rond de Jeugdraad Suriname. Dat had voorkomen kunnen worden. Dat is mijn mening. Ik denk dat we de politiek buiten de Jeugdraad van Suriname moeten houden. Daar sta ik zonder meer achter. En dat is ook het beleid dat we de komende periode 2024 gaan voeren voor wat betreft de Jeugdraad Suriname. Ik denk dat we qua sociale dialoog moeten gaan naar een verdere verbetering. In de afgelopen maanden hebben we toch wel veel gesprekken gevoerd met diverse vakbonden, waarbij ze kwamen met wensenpakketten kwamen. Dat gaat sowieso doorgaan in 2024. Maar ik denk dat het toch wel noodzakelijk is dat de vakbeweging gestructureerder weer te werk gaat. We hebben Rafaxuur als een overkoepelende, wel een samenwerkingsverband van diverse vakcentrales. Dat is toch wel het aanspreekpunt van de regering. Dat gaat zo blijven. Er zijn nog enkele aspecten die volgens de bewindsman vlotter kunnen verlopen na de aankondiging en aanname van bijvoorbeeld het vader- en moederschapsverlof. McAndrew hoopt dat deze wet successen zal blijven boeken.